Er is iets heel bijzonders. Dit jaar hebben wij een dag extra in ons leven. Op 29 februari is het Schrikkeldag. En dat komt maar heel soms voor. Een extra dag. Wat zou jij daarmee doen? Wij van de Turn Club willen die dag niet zomaar laten verstrijken. Wij organiseren Make a Leap Day. Leap Day, dat is Schrikkeldag. Maak een sprong. Kijk of je die extra dag in je leven kan aangrijpen. Om datgene wat er sluimert, een ideaal, een droom, een plan, wat er diep in je zit, maar waarvan je vaak denkt van ja, dat stel ik nog een beetje uit, dat eruit mag komen. Wij organiseren een dag hier op de zolder van de Turn Club in Amsterdam, waarin we gaan kijken wat er nodig is om voor jou een sprong te maken, een volgende stap te maken, misschien zelfs een turn in je leven. Om datgene waar je hart ligt, waar een droom voor de samenleving, iets voor natuur, gemeenschap, voor de wereld, datgene wat je kan bijdragen om dat uiteindelijk echt te gaan doen. Dus wat is er nodig, praktisch, om een droom om te zetten in een daad? Dat is het onderwerp van die dag. We gaan natuurlijk, we zoeken naar goede woorden, naar goede verhalen. Dat delen we met elkaar. We gaan ook in workshops aan de slag, want wat is de rol als je dingen praktisch wil maken van geld verdienen? Hoe speelt dat samen met de idealen die je hebt? Wat is de rol van het vertellen van verhalen? Hoe zet je storytelling, maar ook beelden en andere zaken daarvoor in? En we hebben ook een workshop die gaat over de psychologie die er zit rondom de verhalen van klimaat en natuur. Dat is natuurlijk een enorm vraagstuk, maar er speelt zoveel in de mens die dat eigenlijk heel complex maakt. Kortom, dat zijn een aantal praktische workshops. Je kunt veel meer lezen natuurlijk. Hou in ieder geval 29 februari vrij voor Schrikkeldag. Make a Leap Day.